Goeiedag, mijn naam is Marcus Rieger. Ik ben fysiotherapeut en PhD-kandidaat bij de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik heb een project gedraaid in samenwerking met Motec Medical. En deze project was onderdeel van een groot Europees project, namelijk Keep Control. En vandaag laat ik u de resultaten zien van mijn onderzoek naar valpreventie bij oudere mensen. Ik heb hiervoor de React ontwikkeld. En met deze randomized controlled trial heb ik dus de effecten van dit loopbaantraining met balansverstoringen gemeten op klinische balans- en loopprestaties, het lopen in het dagelijks leven, de loopkwaliteit en ook het vallen bij oudere mensen. Veel plezier met deze presentatie. Als we naar de literatuur kijken, zien we zeg maar zo'n soort cirkel wat we hier zien. Dus als mensen vallen, lopen ze niet alleen maar kans op een zware letsel, maar ook bijvoorbeeld hun vertrouwen in lopen gaat achteruit. Daardoor gaan ze misschien minder actief zijn, dus minder bewegen, minder lopen, waar ook door hun balans en loopprestaties achteruit gaat. Door minder lopen wordt natuurlijk ook de loopkwaliteit minder en het risico op vallen wordt hoger. Met een hoge leeftijd zien we dat dit cirkeltje versnelt. Dus je ouder je wordt, je hoger wordt je kans om te vallen. Dat is een groot probleem omdat ons bevolking veroudert. Hier zien we de populatie op de hele wereld. En we zien ook dat het in 2018 voor de eerste keer was dat, dat die groep mensen die boven de 65 jaar oud zijn, groter was dan de groep kinderen onder de leeftijd van 5 jaar. En bij 2050 zou het zo zich ontwikkelen dat mensen boven de 65 de tweede grootste populatie op de wereld zijn. Er wordt veel gedaan om het vallen te voorkomen bij oudere mensen. Bijvoorbeeld zijn er programma's die focussen op het alert maken voor moeilijke situaties of gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld hier een stoeprand of situaties waar je kan uitglijden. Er worden groeptrainingssessies georganiseerd waar je balans en lopen wordt verbeterd. En bijvoorbeeld ook met thuistrainingen wordt geprobeerd de balans en de spierkracht goed te houden en trainingseffecten over een langere tijd proberen te houden. Maar de vraag is, is dat training genoeg? Want nog steeds vallen ongeveer een derde aan oudere mensen 1 keer per jaar. En de vraag is hier of we de training nog beter kunnen doen. En ik zou graag een video laten zien over een situatie waar een persoon valt. En de vraag is hier, hoe kunnen we het nog effectiever doen? Dat mensen hier goed voorbereid zijn op zo'n situatie. Ja, we hebben gezien dat die persoon, dat de hond in de weg loopt en die persoon kan niet overheen stappen of voorbij stappen en weet niet wat hij moet doen, raakt op balans en valt. Hoe kunnen we de training nog effectiever maken? De huidige situatie is dat het training je niet voorbereidt op deze moment waar je uit balans raakt en je moet je balans weer herstellen om niet te vallen. Er wordt wel gekeken dat je goed valt, dat je misschien rolt om niet een heup te breken bijvoorbeeld. Maar dat is niet taakspecifiek voor de situatie waar je uit balans raakt. Daardoor is de training ook niet reactief. Dus je moet snel kunnen reageren om je balans weer op te vangen. En wat er ook meestal niet bij zit, is een dubbeltaak. En dat was dus juist en daar is dus juist gezien worden dat een dubbeltaak de automatisme van een beweging, van een reactieve beweging verbetert. Dus bijvoorbeeld als je loopt op straat en je kletst met, met een persoon, dat je dan nog steeds automatisch kan lopen en goed kan herstellen. Dus zou daarvoor een oplossing zijn, misschien ook een technische oplossing, om juist deze situaties na te botsen en mensen te leren hoe ze goed reactief kunnen de balans herstellen. En daarvoor blijkt een perturbatietraining, dus een looptraining met verstoringen, goed te werken. En jullie hebben hier gezien hoe bijvoorbeeld het lopen op het loopband verstoord wordt. Die persoon raakt op balans en moet even snel kunnen herstellen. Dus het stappatroon bijvoorbeeld alvast in een reactieve stap zetten om
weer verder te kunnen lopen. En op basis van deze achtergrond was mijn vraag, kunnen we zo'n struikeltraining of een valpreventietraining met balansverstoringen tijdens het lopen toepassen in de klinische praktijk? En wat zijn die effecten van de training? De training wat we hebben ontwikkeld noemen we REACT. Dus een reactieve training op de Siemel. Dat is het apparaat dat jullie hier zien. Gekoppeld met een cognitieve dubbeltaakspeel. Dat is hier bijvoorbeeld in figuur A een puzzel wat afgemaakt moet worden. En in figuur B een sorteerspeel om kaarten te sorteren. Dat gebeurt tijdens het lopen op de loopband, waar dan met of zonder verstoringen getraind wordt. Het is natuurlijk een randomized control trial, waar we twee groepen met elkaar hebben vergeleken. De controlegroep heeft gewoon een looptraining gekregen met een cognitieve dubbeltaak erbij. En de REACT-groep dus, heeft dezelfde basistraining gekregen, maar we hebben hier extra aanvullend nog verstoringen gedaan. Dus tijdens het lopen wordt het lopen nog verstoord en dat noemen we dus de REACT. Tijdelijk gezien hebben we in de eerste week de beginmetingen gedaan, dus klinische balans en looptests gedaan. En die mensen hebben hier, wat jullie hierboven rechts zien, een beweegmonitor meegekregen naar huis. Dit hebben ze 1 week op de rug gedragen. En daarmee kunnen we dus de beweging of de activiteit in het dagelijks leven meten en ook de loopkwaliteit. Daarna zijn die mensen 4 weken gaan trainen, 2 keer per week, dus 8 sessies in 1 van die beide groepen waar ze naartoe gestuurd waren. En dan na de training hebben we dezelfde basismetingen weer herhaald. En die mensen hebben weer in de taalsituatie hun activiteit en lopen bijgehouden met het beweegmonitor. Daarna hebben ze een kalender ingevuld om het vallen over 6 maanden bij te houden. En daar hebben we dus gekeken wat het effect dan op het vallen is. Hoe de training eruit ziet, zien jullie hier in het video. Dus die mensen zijn hier veilig vastgemaakt met een harness naar een frame die boven de hoofd zit. Dus die mensen konden niet echt op de loopband vallen, die worden dan opgevangen. En jullie zien ook aan de voorzijde hoe ze het speel doen. Hier in de linker video zien we het nabotsen van een uitglijden. Dus de loopband stopt heel kort, de balans wordt naar achter kwijtgeraakt. Laat het nog een keer zien, ja. En het speel wordt gestuurd met een controller die in de rechterhand zit. Dat zien jullie hier heel goed. In de andere video op de rechterkant zien we een nabotsen van een struikelen. Dus je versnelt de loopband snel. En de balans wordt naar voren kwijtgeraakt. En je moet snel herstellen om weer verder te kunnen lopen. De trainingintensiteit hebben we over de 4 weken natuurlijk kunnen aanpassen. Om door de dubbeltaak moeilijker te zetten, de loopsnelheid sneller te zetten. Of ook de perturbaties, de verstoringen harder te zetten. Ons doel was het toevoegende effect van verstoringen op een looptraining met een cognitieve dubbeltaak te onderzoeken. En we gingen vanuit dat na de training die proefpersonen een betere reactieve balans hebben. Ze beter presteren op klinische balans en looptests. En betere loopstabiliteit in het dagelijks leven hebben. Dus ook een loopkwaliteitsverbetering. En het leidt tot minder valincidenten in het dagelijks leven. Dat alles natuurlijk vergeleken met de controleinterventie. De eerste resultaten wil ik graag laten zien. Is de effect op het balansherstel in de dubbeltaak. Deze hadden we natuurlijk kunnen meten in de REACT-groep die beide taken tegelijkertijd uitgevoerd had. En we zien hier in de blauwe lijn dat het balansherstel over die 8 trainingssessies beter is geworden. En ook de dubbeltaakprestatie, dus de aantal juiste antwoorden en een snelle reactietijd is hierin verwerkt, zien we ook dat het juist beter is geworden. Dus de percentage van hun prestatie, van hun performance, is beter geworden over die 8 sessies. De effect op de klinische beoordeling is dat we verschillende balans- en looptests hebben gedaan, een vragenlijst hebben ingevuld. Bijvoorbeeld de mini-best, de short physical performance battery, de 4-square step test, de modified gait efficacy scale, de false efficacy scale en de general self-efficacy scale.
En we zien hier, behalve bij de Foursquare Step Test, wat een staptest is, waar je een stappatroon moet nadoen. Daar zien we helemaal geen effecten op deze test, maar op andere tests zien we overal dat die groep met verstoringen, dus de React-groep, significant is verbeterd. De controlegroep heeft ook nog verbeterd in de mini-best en in de reactieve onderdeel van de mini-best-test. Maar we zien dat de fysieke presentatie significant meer is verbeterd met de React. Dus bij de SPBB hier, bij de Short Physical Performance Battery, zien we een groter effect met als je traint met verstoringen. En hetzelfde zien we ook in de bezorgdheid om te vallen, gemeten met de False Efficacy Scale, met de FES. Zien we dat die mensen significant minder bezorgd zijn als ze trainen met verstoringen. Dan hebben we natuurlijk met het kastje gekeken hoe de fysieke activiteit in het dagelijks leven is en de loopkwaliteit. We zien hier geen verandering in de fysieke activiteit, hier gemeten aan het lopen. Dus die mensen zijn niet vaker of langer gaan lopen. De aantal stappen en de loopsnelheid is hier ook niet veranderd in het dagelijks leven. Hetzelfde geldt ook voor de loopkwaliteit, waar we de intensiteit en de symmetrie van het lopen en andere maten wat voor kwaliteit staat, samen hebben gevoegd in een score. In deze score, wat loopkwaliteit is, is ook niet veranderd in het dagelijks leven. Maar als we kijken naar de effecten op het vallen in het dagelijks leven, dus gemeten met die valkalender over 6 maanden, zien we juist dat we minder valincidenten hebben in het dagelijks leven. Dus in de grafiek A zien jullie het gemiddelde aantal vallen per groep. En dan zien we dat we ongeveer 2 vallen naar 0 valincidenten in de groep zijn gekomen met als ze trainen met verstoringen, dus de React-groep. En in de controlegroep is het ongeveer gelijk gebleven bij gemiddeld 1 val. Ook de percentage van hoeveel vallers in een groep zitten is na de training gedaald. En dat is significant gedaald in de groep, in de React-groep. Dus na de training met verstoringen zijn minder mensen die überhaupt een val hebben ervaren in het dagelijks leven. Als jullie de resultaten van dit onderzoek graag willen lezen, het is op dit moment under review in het journaal van Physical Therapy. En ik hoop dat het straks dan ook gepubliceerd is. We waren natuurlijk ook geïnteresseerd hoe die therapeuten en de proefpersonen die de training hebben gedaan, hoe tevreden die waren. En hier zien we juist dat ze ongeveer met bijna 90% gezegd hebben, nou, dat is echt een training waar ik echt voel dat het me helpt. Therapeuten vonden het een heel goede aanvulling aan gewone training. Dus ze zijn heel erg tevreden mee met deze training. In conclusie, jullie hebben de linker deel van de cirkel in het begin gezien, met al die negatieve effecten die een val kan hebben. Als we nu hier aan de rechterzijde van dit cirkeltje een training met balansverstoringen toevoegen, dan trainen we juist het succesvolle herstellen van de balans bij een balansverstoring. En als resultaat zien we eigenlijk een tegenovergestelde van de negatieve gevolgen. Dus eigenlijk gaat juist de balans in loopprestatie verbeterd, het vertrouwen in het lopen gaat verbeteren, de fysieke activiteit en de loopkwaliteit is onveranderd na de training, maar het valrisico is erg verminderd. Dus hier zien we eigenlijk dat het in het tegenovergestelde gebeurt. Dus als je links op de linkerkant met verhoogde leeftijd eigenlijk meer in het linkercircuit terechtkomt, kunnen we juist met training je uit de linkercircuitje halen en proberen beter tegen te sturen. En dat werkt dus heel goed, hebben we gezien in het onderzoek. Dus het heeft een groot potentiaal, de React training heeft een groot potentiaal voor de klinische gebruik. En in de toekomst zou dit onderzoek eigenlijk verder gaan om te kijken in combinatie met een conventionele training of de trainingseffecten daardoor nog verbeterd kunnen worden. De vraag blijft nog hoeveel training eigenlijk überhaupt nodig is. Dus zijn die 4 weken training die wij gedaan hebben genoeg? Of moet het juist langer of is korter genoeg? Hier gaat de richting dat eigenlijk korter ook mogelijk zou zijn.
Maar de vraag blijft dan nog steeds, hoe lang zijn die trainingseffecten te zien? Dus ben je dan goed voor een hele jaar? Of moet je bijvoorbeeld elk half jaar of elke 3 maanden een kleine korte booster sessie erbij doen op, om je effecten te houden? Dan is nog een volgende vraag. We hebben dat hier gemeten met oudere mensen met een verhoogd valrisico. Dus mensen boven de 65 jaar oud. Maar er zijn natuurlijk ook andere groepen die een verhoogd valrisico hebben. Bijvoorbeeld mensen met een hersenletsel of Parkinson's disease of MS bijvoorbeeld. Voor nu bedankt voor jullie aandacht. En in de live sessie ga ik graag ook de vragen beantwoorden. Dank u wel.